hebben een cursus ontwikkeld binnen de elektronische leeromgeving die aan de TU Delft gebruikt wordt. We hebben daarvoor een tool gebruikt dat H5P heet. Het onderwerp van de cursus is schrijven in een academische en professionele context. De uitdaging was om dat zo goedkoop mogelijk te maken met mensen die alles wisten van de inhoud, maar niet konden programmeren en ook weinig wisten van vormgeving. En dat is gelukt. H5P is een site waarop je een aantal interactieve vormen kunt vinden die je kunt gebruiken om je onderwijs aantrekkelijker te maken. Dat varieert van standaard dingen als de multiple choice vraag en de hotspot mogelijkheid tot veel uitgebreide mogelijkheden als een matchvraag en een quiz die je kunt laten maken. In totaal zijn er meer dan 30 vormen, zeg ik uit mijn hoofd, maar we hebben ze natuurlijk niet allemaal kunnen gebruiken, een stuk of 10 toch zeker. Een concreet voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld een van de regels die je hier zeker aan de TU Delft goed moet leren. En dat is dat je de eenheden en de getallen goed moet schrijven. Daar zijn hele eenvoudige regels voor en dat gaat heel vaak mis. We hebben nu een vorm bedacht waarin we die regels uitleggen. Dat kun je in een half A4, zo eenvoudig is het. En daarna is er een oefening met een aantal zinnen waarin fouten zitten. Gewoon geplukt uit het werk van studenten. En met H5P, met zo'n oefening, is het mogelijk om mensen precies aan te laten klikken wat er fout is. En dan krijgen ze dan feedback op en zo leer je dan hoe het moet.